are crowned champions of Europe. They will be lifting the Premier League International Cup. And you can see from those celebrations what it means to them. Ja, het was echt prachtig. Een prachtig toernooi. Mooie teams, mooie clubs. Het komt hier op voorsprong via Dante Sealy, minuut 33. PSV have the first goal. Prachtig finale gespeeld en dan ook nog gewonnen. And there's the second goal. Van Derven gives PSV the lead in extra time. Ja, we hebben het echt heel goed gedaan vorig jaar. It is Colin, and what a way to win it. Jong PSV wint van Crystal Palace en legt beslag op de Premier League International Cup 2023. They tell me when they win is like the best feeling ever. So yeah, they all want to experience it again, also with a new bunch of players because you know some players are left and yeah, they're just excited. I'm actually in a room with Milian and all he talks about how he felt to lift the trophy. So yeah, I want to experience the feeling now too. We moeten zeker niet gaan denken dat we dit jaar ook zo makkelijk gaan winnen. We zullen heel hard moeten gaan strijden voor deze cup. Elke wedstrijd heel serieus nemen en elke wedstrijd willen winnen. Ik ben de enige die nog over is gebleven van de basiselftal. Ik ben ook een van de oudste. Dus ja, ik neem het graag op me om iedereen zo goed mogelijk mee te nemen. Als je kijkt naar vorig jaar de Premier League Cup, die we uiteindelijk dan hebben gewonnen. Ja, je was toch een aantal keren in Engeland. Het is altijd... Ja, superleuk om hier te zijn. Het is echt tot in de puntjes geregeld. Op elk complex waar je komt. Velden zijn altijd heel mooi. Dus dat is ook een hele mooie ervaring natuurlijk voor de jongens. Dit is voor hun een levenservaring in hun carrière wat bijzonder belangrijk is. En als ze dadelijk doorgroeien naar een eerste helftal toe, dan krijgen ze elke week mee te maken. Dus dat is mooi om mee te maken. We zijn nu met een jong team, echt een jong team, hier naartoe gereisd. Veel hebben dat nog niet meegemaakt. Dus je probeert je eigen ervaring ook over te brengen. Dus daar probeer ik ze allemaal goed bij te brengen. It's a big thing for me. I mean, to get to travel to different places in Europe alone is like a massive step for me. And yeah, I just hope to take every game and run with it. Het is eigenlijk al een beetje een Europese wedstrijd wat er ook bijeen gebeurt. Dus wat doe je in die tussentijd? Er komen besprekingen voor de wedstrijd, je gaat een wandelingetje maken. De hele voorbereiding, dat is gewoon anders dan een tussen haakjes normale wedstrijd in de competitie. En die ervaring neem je gewoon mee voor je verdere carrière. It was a good feeling to just be on the field and not be on the bus actually. So yeah, it was good. PSV has top facilities, but everywhere in the world at professional clubs, they all have top. Ik vind het zelf ook altijd lekker als we er zijn om gelijk te gaan trainen. Dan spoel je een beetje die vermoeidheid weg. En ook kom je ook weer een beetje in ritme, dus dat is alleen maar goed. Vooral een beetje actief worden. Veel met de bal bezig zijn. Natuurlijk ook een beetje tactiek van wat de tegenstander gaan doen, wat wij gaan doen. Maar over het algemeen is het gewoon meer erin komen. Hoe bereid jij en hoe bereiden jullie als team voor op zo'n tegenstander? Ik denk dat wij meer de focus op ons leggen. En vooral daarbij houden. Natuurlijk kijken we ook clips van de tegenstanders. Daar bereiden we ons op voor, maar het belangrijkste is dat wij gewoon doen wat wij moeten doen. Mathieu Damas, nummer 5, nummer 5, Renzo Tatens, nummer 6, nummer 6, Milian Jimenez. Nummer 7, Iggy Alben. Nummer 8, Mohamed Nasser. Nummer 9,
Jesper Unakan. Het is iets minder dan we gewend zijn in Nederland. Het veld is niet helemaal recht, het loopt wat af. Het is oud, het is nostalgisch, weet je wel. En jongens van ons komen er binnen, die zijn natuurlijk wat anders gewend. Toen zeiden wij ook wel, wend er maar vast aan, weet je wel. En uiteindelijk hebben ze er geen last van gehad. Het veld was wat somper, maar ja, uiteindelijk ben je daaraan in de warming-up. Dus we wisten wat we konden verwachten. En het veld was uiteindelijk best glad, dus het was op zich best wel in ons voordeel. Het voetbal werd beloond in plaats van de lange bal, dus ja, het pakte best goed uit. We wisten wat we konden verwachten. Zij relatief snel de lange bal spelen, veel duels. En ja, het was aan ons om daar onderuit te voetballen, uit de duels te blijven. Ik denk dat we dat vanaf minuut 1 fantastisch hebben gedaan. Het was vooral via de zijkanten. Daar lieten ze veel ruimtes vallen. Dus je zag vandaag ook bij onze rechtsback Shorendi en onze linksback Renzo, die hadden heel veel ruimte. Dus als we eromheen speelden en daarna naar binnen, daar hadden we heel veel ruimte. En het was ook echt zo. In het begin hadden we even wat moeite. Daarna kreeg het middenveld meer onder controle en dan gingen we voetballen. Eigenlijk ja, kwamen we vanaf minuut 20 twee mogelijkheden. En toen voorzet van Rens vanaf links, dat kwam ik eerst de paal en dan de 1-0 maken. Dat is heerlijk natuurlijk. En eigenlijk helemaal niet in de problemen gekomen tot dan toe. Rens komt door en ik weet als Rens erdoor komt dat ik voor de eerste paal moet zijn. Dat ik voor mijn man moet komen. En, dus je komt vanuit de rug van de verdediger. Hij kan eigenlijk niet de bal aan jou tegelijk zien en dan op het juiste moment ervoor komen. En dan is het denk ik gewoon instinct zo vaak in dat moment komen dat je weet wat je moet doen op zo'n moment. Ja, daar ben je gewoon echt aan het genieten. Daar ben je trots op de jongens dat iedereen het goed doet. Ja, prachtige aanval, prachtig afgerond. Netjes, echt. Uiteindelijk was het een kwestie van tijd dat de goal viel. En die viel ook 1-0. Ik vond het nog wat te mager voor de eerste helft. Maar uiteindelijk hebben we in de tweede helft het rechtgezet. 3-0 voorsprong en er kan eigenlijk niks meer aan de hand zijn. Dan weet je dat je de wedstrijd in de zak hebt. Dan is het nog wel een kunst om die goed uit te spelen. Dat hebben we wel gedaan. Na de 2-0 van Mo was het klaar vanuit hun. Het verzet was wel gebroken, ruimtes werden groter. En uiteindelijk loop je dan uit naar 3-0. Had ook nog groter kunnen zijn, zoals als je het beter uitspeelt. Dan is het nog wel een kunst om die goed uit te spelen. Dat hebben we wel gedaan. We hadden het nog heel even spannend gemaakt, 3-1, maar het was al te laat voor Nottingham. We willen altijd die 0 houden, maar uiteindelijk hebben we wel de wedstrijd gewonnen. Dat is wel het belangrijkste. Ik ben echt trots op die jongens. Je ziet dat ze de talent hebben en de kwaliteit hebben. Tuurlijk is het dan nog af en toe wennen aan het niveau of wennen aan de fysieke omstandigheden. Maar ze hebben het echt goed gedaan. Ze hebben het echt goed gedaan. Vorig jaar heb je een fantastisch voorbeeld gehad. Ik denk dat we ook wel de groep hebben om dat dit jaar gewoon weer te doen. Ik denk dat we vandaag ons weer hebben gepresenteerd op Europees niveau. Dus uiteindelijk gaan we gewoon voor het hoogste en dat is deze Premier League Cup winnen. Yes, Jesper! 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 Jesper!